Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar de Q&A natuurlijk. Jullie hebben heel veel vragen achtergelaten in de Q&A-aankondiging van ongeveer 5 dagen geleden. Super top jongens, thanks daarvoor, super awesome, want daardoor kan ik nu deze video opnemen. Dus super top, duimpje omhoog voor jullie jongens. Vergeet zeker een nieuwe vraag onder deze video achter te laten, zodat ik die in de volgende Q&A kan gaan behandelen. En dan gaan we gewoon maar gelijk beginnen met vraag nummer 1. En vraag nummer 1 is van Snake. En Snake vraagt, wat is jouw mening over World War 2? World War 2 is natuurlijk de nieuwe Call of Duty die uitkomt in oktober al. En het is het al bijna. En mijn mening tot nu toe over de beta van World War 2 is... ik vind het super top. Ik vind het eindelijk een keer nice dat er een keer weer boots on the ground is. Want dat zijn we natuurlijk al, weet ik veel, 3, 2 jaar, weet ik veel, niet meer gewend. Dat, nee, langer denk ik zelfs, 4 zelfs. Ja, en het is gewoon super awesome dat God het natuurlijk er weer ingooit. Want ik heb het eigenlijk wel gemist dat niet iedereen boven je zit en dan dat je daar weer wordt beschoten. Het is natuurlijk wel wennen, want je bent het dus wel gewend dat je veel springt en snel weg kan springen en zo. Maar ik vind het super dope. De wapens die erin zitten zijn ook wel chill, super awesome. Er gaan waarschijnlijk nog veel meer dingen komen in de game. Ik denk niet dat de beta de meest uitgebreide versie is van de game. De echte game komt uit en ik ben echt benieuwd wat voor maps, wat voor nieuwe wapens inkomen, of er supply drops inkomen. Ik hoop in ieder geval wel. Daar hebben heel veel YouTubers over dat het waarschijnlijk weer een pay-to-win game is. En voor de mensen die dat niet weten wat dat is dat... goed voorbeeld, Black Ops 3 is echt een pay-to-win game. Dat kan je gewoon zien. Je hebt bijvoorbeeld de AN, de M7 vooral. Dat zijn de wapens die echt overpowered zijn. Die echt gewoon heel sterk zijn om te gebruiken. En ja, je moet betalen om een goed wapen te krijgen. Dus pay-to-win om een goed wapen te kunnen gebruiken. Om uiteindelijk ook beter te zijn dan iemand die gewoon geen supply drops koopt. En ik hoop niet dat dat heel erg in World War 2 is. Maar misschien... een beetje, dat ze niet knijtig veel goede, echt extreem goede wapens erin gooien. Maar gewoon bijvoorbeeld een keer een handpistool, een submachine guntje. Gewoon, maar dat ook mensen die bijvoorbeeld niet zoveel geld hebben te besteden, het ook gewoon kunnen vrij spelen. Dus dat ze bijvoorbeeld een best wel moeilijke challenge moeten doen, maar toch het wapen kunnen krijgen. Maar ja, we zullen het allemaal zien. Tot nu toe vind ik World War 2 echt een top game. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat lopen, de echte game. Want ik ben wel echt toe aan iets nieuws. Want ik vind Black Ops 3 in alle... zeg maar oudere kots wat saai worden, want ik verveel me daar echt in. Dus ja, ik hoop dat World War 2 super dope wordt en het komt er natuurlijk snel aan. Snake, bedankt voor je vraag, jongen. De volgende vraag is van DaBlue, a.k.a. Jos. Hij vraagt, wat wil je nog graag met de squad een keer doen? Een LAN party. Ik wil gewoon een keer dat we een, ja, wat zal het zijn, een soort hal afhuren of zo. En dan gewoon echt met... weet ik veel hoeveel computers en PlayStations en alles. En dat gewoon samen gaan gamen. Gewoon met echt een... misschien in een vierkant of zo, weet je wel. En dan een heel groot vierkant. En dan met allen gaan gamen. Dat lijkt me echt dope. Alleen een hal afhuren kost geld. Alle spul daar brengen kost tijd. En... maar het zal misschien een keer kunnen gaan lukken. Als iedereen dat mag natuurlijk. Dus, maar de squad is op zich best wel groot. We moeten nog kijken wie er dan... als we dat ooit gaan doen, wie er dan meegaat. Maar ja, dat zou wel echt super dope zijn. Gewoon een keer gewoon gamen met mijn hele squad. Gewoon, maar ook gewoon bij elkaar. Het lijkt me super dope. Jos, jongen, bedankt voor je vraag. Super dope. De volgende vraag is van Kaasblokje. Wat vind je het leukste aan YouTube? Hashtag Q&A. Dat is een N, dus... wat ik het leukste aan YouTube vind is natuurlijk... die gekke stacks, jongens. Ik moet alles geld hebben. Oh, nee. Nee, dat was een grapje. Nee, het leukste aan YouTube vind ik... dat ik ben, ja zeg ik dan, ik ben redelijk creatief, dat zeg ik wel. Je zult het niet echt zien aan mijn videos qua edit shit en zo, dat doe ik nooit echt. Maar ik heb altijd wel goede ideeën. En ik vind het dope dat ik die ideeën, die video's, die hoe ik iets wil maken op YouTube kan zetten. Op het platform YouTube. En waar ook nog eens mensen naar kijken. Dus ik vind het tofste dat je gewoon je eigen ideeën op internet kan zetten. En dat mensen er iets over kunnen vinden. En ja... dat vind ik het leukste gewoon. En dat gewoon veel mensen weer ontmoet eigenlijk via YouTube. Want dat is ook gewoon echt een... ik heb daar echt veel mensen door ontmoet. Ja, YouTube is echt gewoon een super dope platform. Natuurlijk, er zijn wat struggles nu aan de gang. Maar ja, ik hoop dat YouTube dat gewoon inziet en dat het gefixt wordt. Want het geld voor de wat grotere YouTubers, dat is kut. Maar ja. Hey, Kaasblok, jongen, super dope voor je vraag. We gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van The Vision. En The Vision vraagt, hashtag Q&A. Ga je YouTube fulltime doen als je ineens een boost krijgt en boven 30.000 subs zit?
Deze vraag heb ik nog nooit eigenlijk gekregen. Dus daarom heb ik hem er ook uitgepikt natuurlijk. Ik vind het een vraag en er zitten allemaal consequenties aan. Want stel hè, we krijgen 30.000 abonnees. Ik heb een soort van een maandloon voor mijn leeftijd, zeg maar. Of volwassen leeftijd, I don't know hoeveel je dan verdient. En ik kan eigenlijk stoppen met wat ik doe. Gewoon naar school gaan en werken zou ik het nog steeds niet doen. Nee, want weet je wat het is? Oké, ik wou net een grap maken en ik zou hem helaas niet zeggen. Maar sorry daarvoor. Nee, maar ik zou niet fulltime YouTube doen als ik 30.000 subs zit. Sowieso 30.000 subs fulltime YouTube is niet voldoende aan abonnees, aan views denk ik. Ik denk dat je sowieso boven de 200.000 moet gaan zitten. Wil jij je werk ervan kunnen maken? Misschien 100.000 ook, ligt aan wat voor content je maakt. Of je maakt muziek ofzo en dat wordt miljoenen keren bekeken. Of je maakt game videos en dat wordt gewoon 10.000 keer bekeken per video. Het zit er ook zo een beetje aan, maar ik ga nooit YouTube voor school, voor opleidingen laten doen. En dat doe ik puur omdat ik denk hoe YouTube nu al gaat, dat mensen ermee gaan stoppen en gewoon niet meer inkomsten kunnen krijgen. Je moet een opleiding hebben. Je moet een papiertje hebben om verder te kunnen. Als jij geen papiertje hebt en je bent fulltime YouTuber geweest, je hebt bijvoorbeeld 500.000 abonnees gehad en opeens stopt YouTube, je kan gewoon geen geld meer verdienen. Dan ben je wel pretty fucked, zeg ik dan. En ik denk van, eerst school afmaken en daar zie ik wel verder. Ligt eraan, misschien ben ik wel 19 en dan ben ik klaar met mijn opleiding naar de middelbare school. En stel dat we dan heel erg gegroeid zijn en dat YouTube gewoon nog steeds draaiend is. Wie weet kan ik dan gewoon fulltime streamen, YouTube maken. Want vele van jullie hebben het ook gemerkt, ik ben wat minder aanwezig op YouTube. En in de vakanties, jongens, komen natuurlijk genoeg dingen van mij online. Maar het is nu gewoon even, ja, ik heb toetsen, ik moet dan weer, dan ben ik zo lang op school en heb ik weer geen energie. Dus het moet er een beetje tussendoor, maar fulltime YouTube is nog helaas niet. Dat gebeurt nog niet. Maar misschien later in de toekomst, je weet maar nooit. Hey, Vision, super dope jongen, thanks voor je vraag jongen. We gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Vinky Games. En Vinky vraagt, yo Dylan, ik heb een vraagje. Nou, hey, dat is een vraagje, je mag je vraag stellen. Wanneer ben je jarig en wat is je favoriete dier? PS, je bent een baas, hashtag love your fits. Hey Vinky bro, super dope jongen, shout out naar jou. Wanneer ben ik jarig? Ik denk dat er best wel veel van jullie het eigenlijk niet weten. Misschien ook wel heel veel wel en zeg ik gewoon weer stront, hè. Dat kan natuurlijk altijd. Ik ben jarig op 31 maart. Ik zal ook gelijk even wanneer ik geboren ben hebben. Misschien vinden jullie dat ook wel interessant. Ik ben geboren in 2002. Ik ben ook 15, dan kan je het ook uitrekenen. En op 31 maart ben ik dus jarig. En wat is mijn favoriete dier? Favoriet dier? Het klinkt misschien raar, want heel veel mensen hebben dat niet. Het is een walvis. Ik zweer het. Ik maak geen grap. Ik vind die dieren besef even. Hoe heet dat? Misschien denk je van, walvis is toch niet geen cool dier of zo. Besef hè, als je een walvis in het echt, zeg maar zo, met zijn staart omhoog in het water, zo bam. Het is gewoon vet dat zo'n groot dier er bestaat. Ik vind het fucking dope. Ik vind sowieso zeedieren best wel sick, haaien ook en zo. En leeuwen vind ik ook gewoon super dope en honden en katten. Maar ik vind een walvis puur ook omdat het gewoon, je hoort het niet vaak dat iemands lievelingsdier is. En ik vind een walvis wel echt dope, ik zweer het. Ik kan ook gewoon echt legit gewoon een foto of een video liefst. Gewoon echt gewoon weet ik hoe lang naar kijken hoe zo'n dier leeft. I don't know waarom, ik vind het best wel dope. Ja, misschien een beetje raar, maar ja. Hey Vinky Games, jongen pro, thanks voor je vraag. We gaan door. De volgende vraag is van Ibor. En Ibor vraagt, hoe lang heb je erover gedaan om je eerste 100 abonnees te krijgen? Dat is een goeie. En mijn geheugen kan niet zo ver nadenken, maar ik weet het wel ongeveer. Ik denk ongeveer, ja wat zal het zijn, een maand? Iets langer denk ik. Want vroeger, dat was echt vroeger, dus zeg wat zal het zijn, ik ben nu 5 jaar geleden of zo, zoiets. Ja, ging het niet zo snel bij mij. Ik deed toen nog samen met iemand en we haalden, wat zal het zijn, 20 views per video. Het was ook echt gewoon een video waar je gewoon dacht van, yo, ik kijk dit maar even en dan sleep ik het gelijk weer weg, want ik heb hier niks aan. Zo, dat soort video's uploaden wij. En ja, 100 abonnees, dat was wel echt super sick. Ik wist nog dat we gewoon dat we bij de 30 subs, dat we al een parodie gingen maken, like what the heck. Toen wisten we niet eens hoeveel was eigenlijk. Ja, mijn gedachtegang is een beetje, ze gaan niet helemaal goed. Nee, maar ik denk rond een maand, anderhalf, twee, zoiets, 2 maanden denk ik. Want ja, toen groeide die niet zo snel. Nu krijg ik 100 subs om de maand. Of nee, ik denk wel iets, nee, een paar weken zal het zijn. En jongens, dat is echt sick. Dat meen ik serieus. Toen ik zo'n klein jochie was, ja, ik ben legit gegroeid. Dat is ook voor het eerst.
Ja, toen dacht ik niet dat het zo ging, weet je wel. We hebben nu bijna 9000 abonnees. 9000. Like, 9000, dat is... Boom, dat is gewoon niet normaal veel. En ja, toen dacht ik van, yo, 100 abonnees is al echt insane. Ja, nu gaan we lijp, jongens. Super dope trouwens, echt voor de abonnees en het support, jongens. Echt niet normaal, dat zeg ik eerlijk. Maar Ivor, bedankt voor je vraag, jongens. Super dope. De laatste vraag is van Emir Han. En Emir Han vraagt Jiraski als beste vriend of één video met Enzo Knol. En deze vind ik heel simpel. Ik heb hem misschien wel vaker misschien een ander soort volgorde gezegd of zo. Maar Enzo, ik vind hem super leuk op zich. Mensen hebben haat naar hem, maar ik vind het gewoon, ik heb geen haat naar hem. Alleen het is niet mijn type content. Ik zou niet met Enzo kunnen opschieten qua interesses, denk ik. En Jan is gewoon, ja, wij gamen allebei, we doen YouTube allebei. En ja, ik denk dat ik met Jan gewoon veel meer op kan schieten dan met Enzo. En dat, ja, het is geen haat naar Enzo. Maar ja, Jan is gewoon mijn idool, mijn... En dus, hij heeft met mij een video opgenomen wat super dope is. Dus ik denk dat Jan voor mij gewoon als beste vriend gewoon ja, de beste keuze is. Best wel simpel eigenlijk. Maar Eman, bro, thanks voor je vraag, jongen. Nou jongens, dit waren natuurlijk alweer de vragen. Hopelijk heb ik wat vragen voor jullie beantwoord. We gaan het natuurlijk wel meer doen, de Q&A's. Dus laat jouw leuke vraag onder in deze reactie aan achter. Dus ja, doe dat maar even. Like de video, jongens, als jullie deze video leuk vinden. En natuurlijk vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ja, daar heb ik niet zo heel veel anders te zeggen. Ik zeg tot de volgende keer. Later.